durf ik niet precies te zeggen, maar dat maakt mij ook niet zoveel uit. Als ik er maar plezier in heb en ik wat voor een ander kan betekenen, dat is voor mij het belangrijkste eigenlijk. Ja. En je hebt gezelligheid aan elkaar. Hallo, ik ben Gwil. Welkom bij Cineac Noord. We beginnen met onze serie over vrijwilligers. Voor de serie Vrijwilligerswerk in Noord zijn we te gast bij de Voedselbank Noord. Yvonne, waarom doe jij vrijwilligerswerk bij de Voedselbank? Omdat ik het gewoon heel belangrijk vind om wat voor een ander te betekenen. En ik ben hier eigenlijk gekomen doordat iemand dit werk al deed. En ik zocht eigenlijk nog wat en toen ben ik een keer gaan kijken. En toen dacht ik van, nou, het lijkt me wel wat. Je zei, ik zocht nog wat. Wat doe je nog meer dan? Ik werk nog bij de Belbus. Dat is een wijkbus in de deelgemeente Schiebroek waar ik al 12 jaar werk. En ik doe ook nog werk voor Humanitas. Dat is gezinnenbezoeken voor kinderen die dus niet zo vaak op vakantie kunnen. En dan ga ik de gezin bezoeken. En naast het andere werk dus de voedselbank. Waarom specifiek de voedselbank? Nou, dat is heel toevallig omdat een kennisje van mij dit werk deed. En ik eigenlijk nog iets meer vrijwilligerswerk zocht. En toen dacht ik, ik ga een keertje kijken. En ja, je hebt contact met andere mensen. Het is een goed doel. Het geeft voldoening. En dat is elke week, de voedselbank? Nee, het is elke week, maar ik doe het één keer in de maand. Yvonne, wil je nog wat vertellen over de voedselbank? Elke vrijdagmorgen komt er een vrachtwagen met een krat of 65, dat is verschillend. Die komen ze dus op locaties brengen bij een uitdeelpost, zo heet dat. En dan moet je die kratten naar binnen sjouwen. De coördinator die heeft een lijst waar de mensen op staan die voor zo'n krat in aanmerking komen. En dan is het dus de bedoeling dat wij die mensen helpen om die kratten uit te laden en dan die mensen te helpen om de boodschappen te verdelen in de tassen. Vind je het goed als we helpen om je tassen in te pakken? En je zet koffie en thee met iets gezelligs erbij. De mensen mogen als ze willen gebruik maken van koffie en thee. En het is vaak voor de mensen ook gezellig dat ze onderling nog eens eventjes contact met elkaar hebben. En hoeveel mensen komen er wel niet hier elke week? Denk een stuk of 60. En vrijwilligers zijn ongeveer per week een stuk of 6. 6 vrijwilligers elke week? Zo ongeveer. En daarmee kunnen jullie het ook wel redden? Ja. Maar er kunnen altijd meer mensen bij. En het hoeft niet alleen bij de voedselbank, gewoon over alle takken die nodig zijn. Naast die drie dingen aan vrijwilligerswerk die u doet, doet u nou nog meer dingen? Ik heb al heel lang met pensioen en ik heb mijn kinderen en mijn kleinkinderen. En ja, ik ben altijd graag heel veel bezig. Ik ben een beetje doenmens. Want hoeveel uur bent u in totaal wel niet kwijt met al die vrijwilligersklussen die u doet? Dat durf ik niet precies te zeggen, maar dat maakt mij ook niet zoveel uit. Als ik er maar plezier in heb en ik wat voor een ander kan betekenen, dat is voor mij het belangrijkste eigenlijk. Ja. En je hebt gezelligheid aan elkaar. Want ik vind als je vrijwilligerswerk doet, moet je er wel goed achter staan, voldoende achter staan. Jezelf ook voldoening van hebben, want anders dan moet je het niet gaan doen. Want je moet er wel met plezier naartoe gaan. Zomeren in de Sonmanstraat. Ja, lekker. Het is ook weer teruggekomen. Ja. Vannacht zijn we al 4 uur. Hoi. Yeah.
vindt u het hier op het feest en wat is hier allemaal de bedoeling van? Het is superleuk hier. De bedoeling van het feest is dat de buren elkaar ontmoeten en leren kennen en gezellig bij elkaar zijn. Hey, dat bordje zo. Vindt het hier zo bij het op zomerfeest? Ik vind het fantastisch leuk. Het is ook heerlijk weer en leuk om alle buren een keer in het echt te ontmoeten. Dus daarom bent u hier ook om meer kennis te maken met de buren? Ja, de meeste zag ik wel eens op straat. Maar nu is het leuk om eens een keer echt met ze te praten en kennis met ze te maken. Vindt u het hier? Ja, ik vind het super gezellig. Lekker weer. Gezellige mensen. Lekker eten. Lekker drinken. Heel gezellig. Dan kunt u nu kijken naar Op de Koffie. Hallo allemaal, we gaan op de koffie. Gaan jullie mee? Nou, hallo, stel je even voor aan de kijkers. Ja, hallo, ik ben Floris van den Broek en ik ben stem. En ik ben geluidstechnicus en ik ben 46 jaar. Heb je studio in huis hier? Ik heb een studio in huis. Ik ben stem en vroeger chase ik het land door om in te spreken. En nu doe ik het lekker vanuit huis en stuur ik het via de e-mail. Goed geregeld. Ja. Leuk om te doen? Heel erg leuk om te doen, ja. Ja, ik vind het geweldig. Wat zijn de items die je doet? Van alles en nog wat eigenlijk. Ik doe veel commercials, bedrijfsfilms, documentaires, medische teksten, van alles en nog wat eigenlijk. En nu ben ik bezig met een film in het Duits, heb ik ingesproken, voor veiligheid van fabrieksterreinen.
En die heb ik ook in het Engels en in het Nederlands al gedaan. Dus dit was het laatste stukje, moet nog in Duits. Daar was ik nu mee bezig. Dus. Welke opleiding heb jij gevolgd? MTS Elektronica. Dat je dan een stem hoort. Ja, ik vond radioprogramma's maken vroeger leuk. En daar ben ik een beetje in verder gegaan. Dus. Ik gebruik MTS nog wel hoor, want ik soldeer in mijn eigen apparatuur. Dus dat is wel handig. Dan kan ik het toch nog gebruiken. Ben je piraat geweest vroeger? Nee, geen piraat geweest. Wel bij de lokale omroep heb ik gezeten. Als begin. Maar dat is in 1987 geweest of zo. Dus. Heeft u wel eens nagedacht over de gevolgen van brandwonden? De pijn, de littekens, de talloze operaties? Steun het onderzoek van het Brandwonden Research Instituut. Steun het onderzoek van het Brandwonden Research Instituut. Geef wat u missen kunt. Gelddonaties, sponsorbijdragen of een legaat. Om ernstig verbrande slachtoffers verder te helpen. Hobbies? Ja, ik heb een oude auto waar ik graag aan sleutel. En ik vind het leuk om eraan uit eten. Ik vind koken leuk om te doen. Dus ja, ik vul mijn tijd wel. Je woont hier leuk. Hoe vind je de buurt? Niet meer zo leuk. Ik woon hier nu sinds 1980 ongeveer. En ik vond het vroeger leuker. Ik ben eigenlijk een beetje uitgekeken op de stad. Dus ben van plan om weg te gaan. Weet je al waar heen? Ik weet het niet, maar we hebben een caravan in Brabant. En daar is het erg mooi. Dus dat is een mooi plekje daar. Dus mijn vriendin is aan het kijken voor huizen daar. Dus misschien als we daar wat vinden, dan proberen we hem. Dit werk kan je overal doen natuurlijk. Ik ben in principe niet geografisch gebonden. Nee, ik kan het doen waar ik wil. Dus het hangt er een beetje vanaf of zij ver wil reizen. Of, Haar werk in Rotterdam. Ja, zij werkt in Rotterdam op een school. Ja. Dus ze wil wel heen en weer rijden, maar dat is de vraag hoe ver je natuurlijk heen en weer wil rijden. Voor mij maakt het in principe niet uit, want ik neem zelfs in de caravan op. Dus maakt niks uit. Ik heb gewoon wat apparatuur meegenomen en ik zit daar lekker daar. En zolang ik met mijn telefoon kan uploaden, gaat het allemaal prima. Dus, Ga je dan ook tuinieren? Nee, ik niet. Zij wel. Ja, nee, ik wil geen vieze handen krijgen. Ja, nu toevallig wel, maar dat normaal gesproken hou ik niet van in de grond vergroeten. Nee. Wanneer de mens voor het eerst glimlachte is niet precies bekend. Misschien 30.000 jaar geleden toen hij de rotstekeningen van Lascaux bekeek. Of 60.000 jaar geleden toen hij er eindelijk in slaagde de mammoet te doden, waardoor zijn stam de hele winter te eten had. We weten het niet. We weten het niet. Maar één ding weten we zeker, het is gebeurd. Maar geen grote wensen behalve de verhuizing? Nou, ik zou wel een grotere studio willen hebben. Dat lijkt me wel leuk. En meer dingen opnemen dan alleen maar mijn eigen stem. En gewoon echt mijn apparatuur wat meer inzetten om... misschien muziek op te nemen of dat soort dingen. Dat lijkt me wel erg leuk om te doen. Maar dat kost ook weer heel veel tijd. En ja, dat gaat dan misschien wel weer ten koste van mijn inspreektijd. Dus. Schipperen. Nu nog niet, want ik, ja, nou ja, ik heb nu tijd genoeg natuurlijk. Maar ik heb hier geen ruimte en geen mogelijkheid om meer dingen op te nemen. Dan alleen maar mezelf. Dus Brabant met een grote schuur. Ja, het zou wel ideaal zijn, ja. Ja, ja. In ieder geval die oude auto nog in kan. Want dat is hier ook maar weer vaag natuurlijk. Of dat het allemaal mag blijven met de milieuzone die uitgebreid wordt. En daar kan ik daar lekker aan zitten, ja. Tussen de vogeltjes. Is het een echte oude auto, een antieke? Nee, het is niet zo heel oud. Het is van 1980. Maar hij is net weer te jong om in de oldtimerregeling te vallen. En net te oud om hier nog in de stad te mogen rondrijden. Als ik de plannen goed heb begrepen. Dus ja, ik moet maar even zien wat er gebeurt. Voor het eerst voelde de mens zich thuis in de wereld. Ja, voor het eerst voelde hij zich welkom. Voor het eerst kon hij erop uittrekken zonder er rekening mee te hoeven houden met een vuistbijl begroet te worden. Het glimlachen bracht geluk zonder strijd. Dankjewel. Ja, ja. Ja, hartelijk dank. Dat was het weer. Vergeet niet op onze website, Facebook, Twitter, YouTube te kijken. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.